Naast mij staat Hans Perenboom. Hij is waarnemend dijkgraaf van het waterschap Drents-Overijsselse Delta. Hans, welkom. Hoe belangrijk is zo'n gemaal hier nog voor zo'n water? Welk gemaal? Je bedoelt het oude gemaal? Het oude gemaal, ja. Het oude gemaal, dat laat eigenlijk zien waar waterschappen vandaag de dag nog steeds voor staan. Ja. Dat is zorgen dat je je water beheert. En mm-hmm. In dit geval dan Mastenbroek. En de techniek van 150, 160 jaar terug, die wordt hier in ere gehouden. En de nieuwe techniek van de 60er jaren van de vorige eeuw, die staat hiernaast. Ja, precies. Want het is natuurlijk allemaal in de loop der jaren vernieuwd. Ja. En jij bent zo... Heeft Drenthe dit soort stoomgemalen ook? Dit is, dacht ik, het enigste stoomgemaal wat als in het nieuwe waterschapsgebied nog aanwezig is en nog werkzaam is. Ja. We hebben wel voormalige stoomgemalen die in de tijd meegegaan zijn met de techniek. Die zijn omgebouwd tot elektrisch of diesel. Maar dit is volgens mij, deze is dus ook van de stichting. Ja. Maar dit is het enigste stoomgemaal wat nog in conditie is. Precies, maar deze echte oude is inderdaad niet meer in gebruik. Alleen voor het publiek natuurlijk, stoken ze hem af en toe op. Hoe belangrijk zijn die gemalen anno nu nog? Nou, de gemalen, dat is de polder zoals die hier achter ons ligt, zoals Mastenbroeke Polder, inclusief Staatshagen, die zijn volledig afhankelijk dat bij te veel water het water kan worden weggepompt. Ja. En daar heb je je gemaal voor nodig en daar is het ook op berekend. Er ligt hier een gebied achter van bijna 10.000 hectare, wat hier het overtollige water langs moet, richting de Pieper. Nou hebben we natuurlijk de laatste tijd heel veel regen gehad. Ja. Dat had natuurlijk onmiddellijk invloed op Mastenbroek, of niet? Dat heeft altijd invloed, want als er veel regen valt, dan draaien de gemalen in ons hele gebied veel meer uren. Mm-hmm. Je moet zorgen dat je het waterpeil dusdanig houdt dat de mensen droge voeten houden. En dat de landbouw zijn werk kan doen, zoals in dit gebied. Ja. En dat als er geoogst moet worden, men niet in enorm naar het land terechtkomt. Ja. Maar gaat het allemaal tegenwoordig computergestuurd? Of? Maar geleidelijke computer zit een mens die de berekening maakt. Ja. Dus de computer die kan wel een deel van het werk doen, maar het werk wat daarbij hoort is gewoon mensenwerk. Ja. Maar dan gaat er dus ook wel eens iets mis, toch? Daar waar gewerkt wordt, altijd iets mis. Ja. Ja. En krijgen jullie dan ook gelijk klachten van mijn kelder staat onder water? Ja, je kan zeggen dat het een klacht is. Soms krijg je ook gewoon een opmerking, zou het iets beter kunnen? Mm-hmm. Maar we krijgen ook wel eens een echte klacht, ja. Ja, maar dat is gewoon jullie dagelijks werk en dat is ook een... Dat moet echt goed beheerd worden, hè? Ja, dat is dagelijks werk. Er werken heel veel mensen aan. Als ik kijk puur naar het waterbeheer in het nieuwe gebied, of het nu om projecten gaat, maar of om een dagelijks beheer, we hebben daar gewoon ongeveer 300 mensen voor aan het werk. Ja, dat is wat. Ja. Maar dat is ook 250.000 hectare. Precies.